Ik ga een hoofdstuk lezen uit mijn boek. Er is wat voorinformatie nodig en dat ga ik nu zo helder mogelijk proberen uit te leggen, wat sowieso niet gaat lukken, maar laat me alsjeblieft een poging doen. Het gaat over... op dit moment zijn alle personages in een bejaardencentrum. Dat bejaardencentrum heet het Kevinhof. En die wordt belaagd door de buitenaardse wezens, dus ze zijn omsingeld. En ze sturen een soldaat die er ook bij is en die doof is, sturen ze het dak op om de situatie in te schatten. En dat is waar dit hoofdstuk begint. En een ander ding wat jullie nog moeten weten is dat de buitenaardse wezens zijn... Oh, vet, kijk, daar. Dat is hoe ze eruit zien, maar ze zijn 3 meter hoog en ze slokken af en toe mensen op. En ze zijn nu met duizenden dat bejaardencentrum aan het belagen van alle kanten. En ze zijn bang voor katten. Het hoofdstuk heet Frank Roest overdenkt het een en ander op het dak. De langzaam zakkende zon tuurde langs de rand van een dikke wolk naar de kleurrijke bloemperken in de tuin die om het Kevinhof lag. De zachte wind bracht kleine rimpeltjes aan in het oppervlak van de ovale vijver die achter het gebouw lag. En het water glinsterde dankbaar in het schaarse zonlicht dat haar vandaag geboden werd. De 3 fonteinen in de vijver stonden aan en de stenen visornamenten spuwden grote hoeveelheden water metershoog de lucht in. De wind haalde haar vingers door de takken van de hoge eikenbomen die om het gebouw waren verspreid en aaide de vele verschillende soorten bloemen in de perken die elk gewijd waren aan een andere kleur. Ook krioelden er duizenden reusachtige monsterwormen door de tuin. Frank Roest keek toe vanaf het dak, met zijn handen in zijn zij en zijn geweer nonchalant om zijn borst gehangen. De wormenmassa onder hem reikte tot aan tientallen meters in alle richtingen om het gebouw heen. De duizenden logge, glanzende wezens buitelden over elkaar heen en onder elkaar door, terwijl ze om de beurt hard met hun kop tegen een raam of muur ramden. Zonder veel succes. Frank zag af en toe een raam bezwijken, maar de viscositeit van hun lichamen leek niet in staat de betonnen constructie van het bejaardentehuis te kunnen beschadigen. De wormen leken zich voortdurend in elkaar te zullen verstrikken, maar de onophoudelijk strakke organisatie van hun gekronkel stond dat niet toe. Het was alsof de reusachtige geleedpotigen van tevoren met z'n allen een vergadering hadden gehad, waarin krioelvolgordes werden besproken. Oké, jij, Arie, kronkelt over Bert heen en direct daarna over Willem, voordat je het raam probeert kapot te beuken, maar trek wel je achterlijf op tijd naar binnen, anders kan Leo niet onder Bianca door. De vele segmenten van de perfect gecoördineerd langs elkaar heen glijdende wormen glitterden nu ook nog eens in de doorgebroken zon. En Frank raakte bijna gehypnotiseerd door de sprankelende orgie van kleur, glans en beweging die plaatsvond op de grond onder hem. Hij vroeg zich af of het net zo mooi zou klinken als dat het eruit zag. Daar zou hij echter nooit achterkomen, want Frank was doof. Hij was op zijn 12e zijn gehoor verloren toen hij met zijn broertje verstoppertje speelde op een vrachtschip. Zijn vader was kapitein en Frank en zijn broertje klommen af en toe stiekem aan boord van een van de schepen waar zijn vader op vaarde. Tijdens een van deze avonturen bleek het schip net van plan te zijn om af te meren en dat werd aangegeven met het laten schallen van de misthoorn waar Frank zich op dat moment in verstopt had. Sindsdien kon Frank niks meer horen. Maar eigenlijk vond hij dat helemaal niet zo erg. Sinds hij doof was geworden, besefte hij dat het lang niet altijd een pretje was om te kunnen horen. Er is zoveel geluid in de wereld waar je veel beter zonder kunt. Tieners die in de bus elkaar al hun 58 ringtones laten horen. Televisiereclames die ongevraagd je huiskamer binnenkomen schetteren en je vriendelijk bevelen je consumptiepatroon aan te passen. Bouwvakkers die boren tussen 7 en 9 uur 's ochtends en de rest van de dag niet. Kledingzaken die muziek draaien alsof ze een nachtclub op Ibiza zijn. Conducteurs in de trein die het voor elke stop weer nodig vinden om alle aankomende stations op te sommen. Draaiorgels. Kinderen die gillen een essentieel onderdeel lijken te vinden van het speelproces. Buren die luide muziek draaien. Buren met slechte smaak die luide muziek draaien. Andere buren met een nog slechtere smaak die de eerste buren in volume proberen te overtreffen. De politie-sirenes als een burenruzie gesust moet worden. En scooters. Het leek Frank verschrikkelijk dat je dat als niet-dove allemaal maar aan moest horen. En dat was niet eens het enige. Dan was er ook nog het gelul waar je als horend persoon aan onderworpen scheen te worden. De mistroostige veelvoud aan niet-besprekenswaardige onderwerpen die mensen toch altijd maar leken te willen bespreken. Stamgasten die triviale actualiteiten kapot bediscussiëren. Collega's die denken dat hun weekend het omschrijven waard is. Vrienden die een keer in Afrika zijn geweest en daar elke keer als het continent ter sprake komt melding van moeten maken. Marktkooplui met hun eigen unieke kijk op de huidige meteorologische situatie.
Vrouwen die hun relatieperikelen bespreken in een volle treincoupé. Muziekliefhebbers die vertellen hoe het eerdere werk van een onlangs succesvol geworden kutband veel beter was. Frank snapte niet waarom mensen die kunnen horen niet de hele dag door hou je bek tegen elkaar zeiden. Waarom ze niet tijdens elke conversatie op een gegeven moment hun gesprekspartner bij de schouders vastpakten, die recht in de ogen aankeken en hen op kalme toon toefluisterden. Hou gewoon alsjeblieft een keer je grote, oninteressante bek. Frank dacht dan ook regelmatig, wie heeft er nu de echte handicap? De dove of de persoon die al deze ellende altijd maar moet aanhoren? Maar de berustende stilte in zijn hoofd was niet de enige reden waarom hij een tevreden dove was. Een andere reden was het profijt dat hij uit zijn situatie kon trekken. Zijn ervaring was dat de meeste mensen als de dood zijn voor ongemakkelijke gesprekken en dat ze daarom het liefst deden alsof gehandicapten niet bestaan en ze die gewoon maar hun gang laten gaan. Hij kwam er voor het eerst achter toen hij 16 was en een zak chips wilde stelen bij een tankstation. Niet steken, gebeurt ook bij tankstations, hier niet het geval. Toen Frank de reep in zijn jaszak had laten glijden en keek of de verkoper dat had opgemerkt, keken de twee elkaar recht in de ogen aan. De verkoper was echter degene die zich betrapt voelde, want hij kende Frank als dat dove joch en vluchtte nerveus het tankstation uit. Vanaf dat moment kwam Frank dagelijks een keer langs om een zak chips te stelen en uiteindelijk legde de verkoper die zak elke dag alvast netjes voor hem neer. Er was iets vergelijkbaars gaande op de legerkazerne waar Frank gestationeerd was. In een jaar tijd is hij nog nooit door iemand op de kazerne aangesproken of zelfs maar aangekeken. En Frank vond dat prima. Hij koos het slaapvertrek dat hem het meest aanstond. Hij legde gewoon de spullen van de voormalige bewoner op de gang en nam er zijn intrek. Hij heeft er nooit iets over gehoord. Hij kwam elke ochtend pas om 1:10 aankakken bij de training, terwijl de anderen al om 6:00 begonnen. Maar niemand die hem daarop aansprak en waarschijnlijk dat ook niemand wist hoe ze hem wakker moesten maken. Ook schepte Frank altijd zonder het te hoeven vragen het laatste restje eten uit de pan en bepaalde hij altijd wat er op de televisie in de gezamenlijke ruimte werd gekeken, want niemand zou er toch ooit wat van zeggen. Maar dat was niet altijd een probleem, want vaak had hij dezelfde smaak in televisieprogramma's als de andere soldaten. Toen Frank bijvoorbeeld een documentaire over de Chileense bultrugtor aan het kijken was, hadden de andere soldaten allemaal oranje kleding aan, de kleur van het pantser van dit insect. Al stond er om een of andere reden wel Holland op al hun sjaals. Plotseling werd Frank gestoord in zijn gedachtegang. Er vloeide een golf van onregelmatigheid door de kronkelende Wormenzee heen en Frank werd uit zijn trance gehaald. Er ging iets mis in de hiervoor zo perfect gecoördineerde bewegingen van de duizenden glinsterende wormwezens, alsof een van de achtergronddansers in een videoclip opeens de andere dansers omver begon te duwen. Frank zag al snel dat de opschudding bij de hoofdingang was begonnen. Hij klom op klungelige wijze over het dak en toen hij in de dakgoot boven de hoofdingang stond, tuurde hij naar beneden. De wormen hadden hier op de grond een boog om de ingang gevormd, alsof er iets aan de binnenkant van de deur stond wat ze wanhopig uit de weg wilden gaan. Maar Frank kon niet zien wat het was, alleen dat het rolluik omhoog was gehaald. Blijkbaar stond er iets achter de glazen schuifdeuren van het bejaardentehuis, wat de wormen verschrikt weg deed deinzen. Toen schoven de glazen deuren open en de paniek onder de wormen groeide. Frank zag vanaf het dak hoe een dikke kat zijn grote harige kop naar buiten stak. De wormen die in een boog om de ingang waren gaan staan, slingerden steeds sneller en chaotischer langs elkaar heen en botsten voortdurend met hun enorme bekken tegen elkaar aan. Alles om maar bij de kat uit de buurt te blijven, zo leek het. De kat zette een voorzichtige stap naar buiten, maar liep pas door toen het zeker wist dat het werd gevolgd. Achter hem verscheen de dikke man in de deuropening. Van bovenaf had hij een bijna perfect rond silhouet. Hij sloot het rolluik weer achter zich en stapte naar voren, terwijl de kat tevreden om zijn linkerschoen dartelde. In paniek spleet de zee van wormen zich in tweeën, zodat de kat en de dikke man ongestoord konden doorlopen. Stap voor bedachtzame stap. Omringd door twee muren van radeloos over elkaar heen vallende wormen. Toen ze eenmaal een paar meter uit de richting van het Kevinhof gekomen waren, sloot de zee van wormen zich weer achter hen. Ze waren het middelpunt van een gat in een woelige massa van door elkaar heen kronkelende, in de zon glanzende monsters en liepen in hun eigen tempo weg van het Kevinhof, tot ze de overkant van de Wormenzee hadden bereikt. Ze liepen door, het bos in en verdwenen in de schaduwen van de bomen. Het vlekkeloos gecoördineerde gekronkel van de wormwezens rond het bejaardentehuis werd hervat. Dat was hem. Dank jullie wel. Mag ik rood? Rood. Oké dan, dames en heren, Martin Mantel.